dit. Oh. Heb je hijfster? Heb je ook MSN? Ik weet niet, ja. Ik weet niet wie jij op hijfster zegt of zo. Lorenzo? Ik heb wel een paar van mijn. Wie heb je van hier deze vriend? Ja, dat is een Maurice, maar die heb je denk ik niet. Nee, ik heb wel. Johan heb ik. Die heb ik ook nog niet. Harm heb ik. Hallo Johan, goed. Zonder nog mee. Oh, anders zou ik wel eens bij Harm kunnen kijken. Mm-hmm. Heb je Sandra? Maar ik vind het zo makkelijk, kom op hé. Zeeland. Heb ik ook. Die heb ik wel. Tuur. Of die had ik op Facebook. Dat weet ik even. Dustin? Ja, Dustin heb ik ook met die. Doe maar bij Dustin, kijk. Die heb ik wel. Okay. Heb je ook MSN? Ja. Ook die geef je. Hey, ja, is goed. Hi. Ja. Ik weet niet hoe ik hem... Goed zo, Onno! Netjes! Oh. Oké, ik doe het aan. Of ik kan hem mij nu wel geven. Ja, is goed. Maar ik heb gezegd... Hoeveel punten hebben ze nou hier? 16 of 17? 17. 17. Oh, waar? En hun blijven natuurlijk op... dan zou ze blijven op 10 staan. Hadden die ook 10 punten? Of nee, dan kunnen we hier luisteren. Ja, ik kan. Die schiet op de dingen met de 10. Oh, maar ja, wacht, ja, een kleine maar letter. Maar die spelen tegen elkaar vandaag. Ga je terug? Ja, dat klopt, ja. Als voor het mooie. Je staat 4 punten voor, sta je op Schiebroef voor en 4 punten op Alphensebois. Alphensebois is nog een wedstrijd te goed. Dus als Alphensebois nou vandaag verliest van Schiebroef, dan blijf je 4 punten voor staan op Schiebroef met nog 2 wedstrijden. Dus als je dan volgende week wint, dan ben je kampioen. Ja, dit krijgt 4. Van Alphensebois ben je niet meer mee te maken. Dan kan je volgende week bij Rijnveld kampioen worden. Nee. Maar dan zou je moet dingen vandaag winnen, Schiebroef. En dan moet het. Ja. Pen zo. Ja. Dus je broek wint verlies over zijn boos. Ja, zo. Ja, wel, dan blijven we aan. Ja, want dan blijven ze 4 punten voor zo'n Schiebroek. Maar nog twee wedstrijden weer volgende week. En dan blijven ze 4 punten. Ja, dan. Dat is ook een kampioen. Ja, zo is die. Oh, jongens. Ja. Godsamme, ik hier alles. Goed zo, Onno. Juist. Kom op. Nu is die week te klein. Die punt als ze volgende week in VN. Je had hem net. Ja, maar. Of doe maar een beetje met papier, toch? Of niet? Ja. Kom je nou naar het eerste kijken, man? VV Roos! Ken je die? Daniel! Ik ben als het gek ook is. Wie is Daniel? De monster. Ja. Ja, die ken ik van VV Roos. De klok van Marinus Dijkhuizen. Ja? Ken je die Dijkhuizen? Ja. Oude spits van Excelsior. Ja, hij is trainer daar. Uit spelen van Excelsior? Ja, hij is trainer daar, hè. Was hij trainer daar? Ja. En welke keer Hans Kraaij junior gehad? Hier. SVZB. Ja. Ik heb ook wel zelfs zoveel robot. Dat weet ik niet. Ja. Ik weet niet alles. Ik was nog niet geboren, denk ik. Maar dan moet ik iemand schrijven. Ik heb nog geen voetballer bij Excelsior. Ik toch niet ken waar geen foto op staat. Die ja, ik denk eind jaren 70. Nee. Ja, eerst. Iemand had me gek, dus ik kan het voorlezen. Ja. Iemand had me gek, dus ja. Daarom. Dus toen moest ik opeens een nieuwe wachtwoord doen en toen mocht niemand meer die doen. Oké. Ik ben ook een sport, hè? Helaas. Ja. Dat is vervelend. Ja. Dus daarom. Je hebt net een meiden gevoetbald. Toch? Dus vandaar dat. Ja, toen kon je ook geen foto zien. Als Wierden komen niet vandaan. Daarna kon je het passen. Uit Wierden. Wierden? Ja. Je wil zeggen, waar ligt dat nou? Ja, dat hoor je wel. Dat ligt bij Omlo in de buurt. Ja,
Almelo. Dat heb ik gezegd. Twee joh. Dus mee! Klop joh, ja gop. Dus heel vaak weer iets beter. Ja, twee joh. Vierde. Allemaal leuk. Kom op! Je bent recht, hey! Zo, zonde. Zijn jullie niet? Nou, je ziet vaak wat voor reisafstanden ze hebben in de clubs in de topklasses. Ze zijn allemaal behoorlijk kent uit de buurt. Ja, hier behoorlijk uit de buurt. Ja. Kom Daniel, zo. Volgens mij zijn we nu meer aan de bal. Rustig, Ali. Rustig, Ali. Maakt niet uit. Pak die nummer 12 aan, hè? Die nummer 12 is continu aan de bal. Nou ja, je ziet dat. Nou, Harkema is boos. Hij komt bij Heerenveen uit de buurt, daar, Leeuwarden, Friesland. Dus, een Excelsior 31, die komen uit de Rijs, dus ook voor Almelo. Ja, leuk dat het vlak in de buurt is. Excelsior. Rijs, dat is vlak bij Almelo ook. En dan heb je dingen zo heet het. Allemaal dicht uit de buurt. Nee, nou, Capelle is enigszins dicht in de buurt, hè? Ja, dat is Rotterdam. Nou, dan heb je natuurlijk Rijnsburgse boos is niet zo ver.